vandaag in de uitzending van Top Talent Dressage Talent uitgelicht. Het Flanders Dressage Event, waar het Belgisch kampioenschap werd verreden. Dit gebeurde op 1 en 2 augustus in Meerdonk. We kwamen hier aan de start de ponycombinaties, de junioren, de Young Riders, de U25, de Prix & George en de Grand Prix voor de senioren. Wij spraken hier onder andere met de kampioen van de junioren, Nume Verberne, Sanne Kiederstein, kampioen bij de Young Riders. Onze eigen ambassadrice Maxime van der Vlis, die de U25 won. Maar bij de senioren spraken we ook met Tom Franks en Julie de Deken. Uiteindelijk hebben we ook nog een gesprek gevoerd met de organisatie. Die stond in handen van Thomas Eijkmans. Vandaag in de aflevering het Flanders Dressage Event in Meerdonk. Naast mij Nume Verberne, gefeliciteerd. Ja, vorig jaar al Belgisch kampioen junioren en je prolongeert mooi eventjes je titel. Afgelopen jaar ook nog de beker van België gewonnen. Europese team voor het EK in Vidoban gezeten. Jouw jaar kan denk ik niet stuk. Het moet een fantastisch jaar geweest zijn. Ja, zeker en vast. We zijn heel erg tevreden. En we zijn blij dat we zo onze juniorentijd hebben kunnen afsluiten. Ja. Ja. Want dit paard, hoe lang heb je die nou in training? Heb je die echt volledige juniorentijd gereden of in een wat kortere periode? Ja, nee, we hebben hem nu ongeveer 2 jaar. En ook 2 jaar junioren gereden, ja. Nou, was dit eigenlijk voor jou zo'n beetje je laatste wedstrijd bij de junioren? Na zo'n geweldig jaar mag je natuurlijk ook wel eventjes een klein beetje weer pas op de plaats maken. Is de bedoeling dat jij straks ook met deze de overstap gaat maken naar de Young Riders? Ja, dat is toch zeker de bedoeling. Hij kan het allemaal. En heel fijn leerpaard en zo. Dus het zou zonde zijn moesten we dat niet doen. Dus ja, dat zijn we zeker van plan tegen volgend jaar. Ja. En is dit het enige paard wat je uitbrengt in de sport? Of heb je wellicht ook nog een toekomst of een ander jongdier op stal staan? Ja, we zijn momenteel is dit de enigste die we hebben staan, ja. Maar we zijn nu wel op zoek naar een iets jonger beest, 7, 8 jaar, die wel wat potentieel heeft om dan door te brengen naar wat hoger niveau, ja. Nou goed, je kan met deze nog eventjes door. De overstap naar de Young Riders is helemaal leuk. En zo'n jong paard trainen, dat komt ook echt wel op je pad terecht. Vanavond nog de prijsuitreiking. Ga ervan genieten. En dankjewel dat je eventjes tijd voor ons wilde maken. Ja, heel erg bedankt. Naast mij staat Thomas Eijkmans, Maxime van der Vlist. Thomas, jij zit in de organisatie van het Flanders Dressage Event. 2015 grootser dan ooit. We zitten nu op de laatste dag, bijna alle onderdelen zijn verreden.
En de kuur op muziek van de Gouden Cup wordt nog verreden. Hoe zijn de afgelopen dagen gegaan? Het is nu onze zesde editie en ik denk dat we ook de beste editie achter de rug hebben. Er was heel veel belangstelling. Ook de standhouders zeer tevreden. Veel publieke belangstelling, ook van buiten de paardensport. Dus ik denk dat we met goede moed naar volgend jaar kunnen terugkijken en een leuke evaluatie gaan maken. Ja. Want volgens mij hebben er iets van 170 starts in totaal meegedaan. Was het alleen vanuit België en Nederland of waren het er ook nog van andere buitenlandse landen die meededen? Wij hebben het grotendeel was België en Nederland. Nu hadden wij ook een Spaanse combinatie aan de start en een Zuid-Afrikaanse. Dus dat was wel leuk, die internationalisering. En we willen dat wel gaan uitbreiden in de toekomst. Ja, dat is inderdaad. Er zijn natuurlijk een aantal grote evenementen, concours, internationaal gesneuveld in België. Als we met z'n allen deze locatie bekijken en ook wat we horen, is het gewoon wel een internationale wedstrijd waardig. Dat is ook echt iets waar jullie in de toekomst over gaan praten? Nu, voorlopig richten we nog ons op het Belgisch kampioenschap, maar de vraag wordt groot in België. Er zijn minder accommodaties waar het door kan gaan. En als de vraag zo groot wordt, dan willen wij daar wel over nadenken. In ieder geval, geniet nog even van de laatste kuren muziek, straks de prijsuitreiking. En succes in ieder geval vast met de evaluatie. En wij komen volgend jaar weer terug naar Maxime. Ambassadrice Top Talent Dressage. Wat een weken voor jou. Nederlands kampioen worden. En dan start je nog even op Flanders Dressage Event. En dan win je ook gewoon alle drie de proeven. Vertel. Ja, het is heel overweldigend. Ik had het helemaal niet verwacht. Sowieso, het Nederlands kampioenschap was voor mij heel onverwachts. Natuurlijk rij je natuurlijk wel de beste proef die je wil hebben. Maar deze uitslagen had ik echt nooit verwacht. En om hier te starten vond ik echt heel leuk. Ontzettend mooie baan. Heel mooi georganiseerd. En ja, die standjes zo. En dan op een gegeven moment gaan die tenten open. Ja, echt ontzettend gaaf om te rijden. En deze uitslagen, ja, mijn percentage schiet er steeds meer omhoog. Dus ik kan niet blijer zijn. Dus even voor de duidelijkheid. Het is eigenlijk nu een kleine 3 maanden dat je pas U25 start. Nou, bij de Young Riders is het al hard gegaan. Bailey is pas 9. Dus ik neem aan dat jij toch wel een beetje ook pas op de plaats maakt. Niet keihard gaat knallen. Wat is de volgende wedstrijd waar we je gaan zien? Nou, sowieso in augustus heb ik helemaal niks ingeschreven. Dus in augustus deze week mag ik zeker helemaal wel uitrusten. En dan ga ik het gewoon heel rustig oppakken. En in september heb ik volgens mij Horse Event 12 september. Die ga ik rijden. En daarna ga ik gewoon rustig gaan internationaal rijden. En op de winterseizoen gaan focussen. Ja. Je hebt pas al een keer een column geschreven over de opbouw naar wedstrijden en de afbouw naar wedstrijden. Jij geeft bewust Bailey echt een paar dagen vrij na de wedstrijd. Is dat iets wat je iedereen kan adviseren of zeg je van dan moet je echt voor naar je paard kijken? Het is sowieso wel, je moet echt naar je eigen paard kijken. Wat ik gewoon heel erg merk bij Bailey als ik een paar dagen rust geef. En daar bedoel ik mee gewoon lekker longeren, spelen, weet je wel, leuke dingen doen en iets anders, buitenritjes. Dat hij gewoon sterker ook eruit komt, dat hij gewoon meer kracht en energie heeft voor het werk weer. En dat komt weer goed uit voor de oefeningen weer en de wedstrijdresultaten.